Het is een project van Ibis. We werken eigenlijk al 15 jaar samen met Ibis, dus de vertrouwensband is er wel. Dit is een project in Deurne. 34 serviceflats, 122 zorgkamers. Wij voorzien eigenlijk het heel project als sanitaire verwarming. Er is van Ibis gevraagd voor een hybride installatie op te bouwen. Warmtepompen in combinatie met gasketels. Voor zowel vloerverwarming als vloerkoeling. We hebben daar samengewerkt met Remea. En dat is eigenlijk een pilootproject hier ja, in België, zeg maar. Dus we zitten al heel vroeg samen met Ibis. Onze tekenaars, we hebben een eigen tekenbureau. Die werken eigenlijk al vanaf dag 1 samen met Ibis voor de knooppunten te bekijken. En die worden dan ook vooraf al besproken. En wat er aanpassingen nodig zijn, dat doen we op de werf of zelfs vooraf al. Dus alle plannen van ventilatie, elektriciteit, sanitaire verwarming worden op elkaar gelegd. Ja, dat scheelt op de werf natuurlijk enorm veel tijd. We komen ook elke maand een keer samen met alle projectleiders en dan gaan we de planning opmaken voor de volgende maand. En dat loopt eigenlijk vlekloos.